Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik heb lekker gedoucht en me opgemaakt. Helemaal chill. En vandaag is een dag van aan school zitten. Dit is mijn laatste week dat ik aan mijn scriptie ga zitten. En dan ga ik het inleveren. Ben ik klaar voor de zomer, ga ik weer door na de zomer. We zijn nog niet helemaal klaar. Dat is wel jammer, maar goed. Vandaag een hele dag bezig met school. Helemaal geen zin in, maar goed. Support your girl. Abonneer, volg, like, subscribe. You know. En ja, we gaan nog even knallen. Ik ga gewoon origin doen, full focus, knallen. We got this. Komt helemaal goed. Maar voordat ik ga beginnen met school, wil ik jullie even iets vertellen. Unboxing! De nieuwe zomercollectie is echt super leuk. Het geeft echt summer vibe. So I love it. Ik heb 3 hoesjes. Allemaal van de Elite collectie dus. Let's show. Het wordt echt wel super mooi verpakt. Oké, dit is de eerste. Hoe leuk. Het kan je echt lekker matchen met je festival outfitjes en zo. Mooi die grote details. Het er dus uit. Ziet er gewoon heel luxe uit. Maar hoe leuk is dit kleurtje? Ik heb allemaal verschillende kleurtjes, zodat ik het allemaal kan matchen bij mijn outfits. Dan heb ik deze groene. Hoe cute. Denk ik vrijdag met, of zaterdag met verknip een groene outfit aan. Dus hoe leuk als je dan dit hoesje erbij kan matchen. En als laatste nog deze roze. Ze hebben allemaal leuke patroontjes en prints en zo. Ik vind het echt geweldig. Ringholder erbij heb gekregen. Kijk hoe chill. Hij kan dus ook gewoon ronddraaien. Ik kan hem gewoon zo lekker vastpakken. Ik heb echt al een scheef gegroeide pink. Volgens mij heb ik altijd meteen zo'n roze was. Oh, maar dit is echt helemaal chill. Nagels passen er ook helemaal perfect bij. Hele mooie drinkbeker gekregen. En kijk hoe fancy deze is. Ik heb handig op reis en zo. Sand Nude. Er loopt dus nu een vet grote actie. Als je namelijk 2 hoesjes koopt, krijg je er 2 helemaal gratis. Of je denkt van ik wil gewoon een halve collectie. Of je doet het gewoon samen met vriendinnen. Met mijn code Sarah Verwoerd krijg je nog eens extra 15% korting. Dus ja, deze deal kan je gewoon niet afslaan. Heb je nog een nieuw goed hoesje? Zo zeker even checken. Linkje staat in de beschrijving. Kortingscode staat in de beschrijving. Dus ja, ben je nou benieuwd? Check it out. Het is dinsdag en dat komt, ja, zoals je wellicht misschien, als je me vorige week vlog dan hebt gezien, heb ik gezien dat ik echt in een mental breakdown zat, want ik heb school en ik heb de deadline van mijn scriptie en ik ben alleen maar bezig met school. Alright, ik had net een gesprek met school, dat was super chill, dat was gewoon even fijn om te horen dat het allemaal goed komt. Ik heb net een pakketje binnengekregen en ik heb echt geen idee waarom dit is. Wat is dit? Serieus? Ik denk dat het mondkapje is. In ieder geval. Zo ziet het eruit. Oh my god. Het is altijd leuk als je een pakketje krijgt en je weet niet wat het is. Want dan is het gewoon een soort cadeautje. Dat je niet wel verwacht. Ik ben echt heel benieuwd. Wat dat is. Protective. Whisper what? Away? Vogue Siri? Nee, voor mij is het dus kapjes, maar dan denk ik van is dat niet een beetje uit de trams? En het zijn er ook niet een paar, my god. In een doos zitten er gewoon zo veel. Ja, nou dit is wel echt tering leuk, ik zeg je eerlijk. Dit zijn dus gewoon gekleurde mondkapjes. Dit is wel echt leuk voor het vliegen van de zomer. Dan heb je gewoon allemaal fancy kleuren. Hoe cute! Dan kun je het gewoon helemaal matchen. Nou, we hebben het in Nederland niet meer nodig. Maar volgens mij met vliegen dus wel nog. Dus daar zijn ze wel heel handig en leuk voor. Allemaal leuke kleurtjes. Nou, helemaal prima. Kijk hoeveel kleuren. Deze allemaal. En deze. En deze. Ik ben weer de hele dag bezig geweest met mijn scriptie. Ook heb ik een prototype gemaakt. Ik zal het even laten zien. En ik ga Anne en Nina nu interviewen. Want hun vallen ook in mijn doelgroep. Helemaal chill. Kijk.
Heel mooi. Dus is het format dan een beetje. Eindproduct al, eerste versie. En ik heb ook allemaal moodboards gemaakt voor het een beetje een sfeerbeeld geeft van de formats die ik wil gaan maken. Helemaal leuk. Dus ja, ik ben hier alle resultaten aan het verwerken van de interviews. Helemaal gezeik, dus het komt helemaal goed. Zo dan, het is alweer dinsdagavond. Ik heb een lekker chillpakje aan van Lounge. Heel erg chill. En ik heb weer de hele school gezeten, dus I'm sorry guys. Het is nog 1 week even knallen. En dan gaan we naar Parijs, hebben we vakantie en living my best life. Ik had dus pas dit in het pakketje gekregen. En I want to try it, because I'm hungry and I think I deserve cheese crunch. Zo, er komt ook een geur af. Snickerjack cheese. Zo, geur. Op eerste smaak is het, heeft het niet heel veel smaak. Hoe meer je neemt, hoe lekker het eigenlijk is. Ik vind het lekker. Ik hou van cheesy dingen. Jongens, echt. Mijn scriptie. Echt, my god. Het is zo'n hel. Maar het gaat wel goed. Maar het is wel gewoon veel werk. Vooral omdat ik ook gewoon 1,5 week mis. En we hebben echt maar heel lang de tijd gehad om het eerste deel van het verslag te maken. Dat was voornamelijk ook heel veel onderzoek. En nu moeten we op basis van onderzoek prototypes maken en die testen. Normaal heb je daar 3 weken de tijd voor. En ik heb er dus 1,5 week de tijd voor. Dus ik moet alles gewoon in 1,5 week zien te proppen. Dus dat is gewoon kut. Maar het gaat wel goed. Het gaat even goed. Dus heel fijn. Echt, als dit niet goed is, dan weet ik het ook niet meer. Dan weet ik het ook niet meer. Dan weet ik het gewoon echt niet meer. Dan kap ik ermee. Nee. Ik kan eigenlijk niet. Gewoon lekker te fratsen. Soms heb je het gewoon nodig. De helft is over mij al. Ik ga lekker verder eten. En Gossip Girl kijken. Ik weet het. Ik kijk altijd naar het bovenscherm. Ik ben zelf zo irritant met editen. Ik denk echt, my god, Sarah, kijk in die fucking lens. Maar je kijkt zo snel naar boven. Fucking irritant. Hoe gaat het met jullie? Zijn jullie ook bezig met scripties, deadlines? Ik ben ook bijna vakantie. Ik hoop het voor jullie. I'm so done. Ik kan me niet beseffen dat ik hierna gewoon, ik moet in september, oktober nog door, maar ik bedoel, als ik afgestuurd ben en gewoon helemaal klaar ben. Gewoon ongelooflijk. Gewoon, dat ik gewoon geen school meer heb. Het leek me zo raar. Ik kan er echt niet op wachten. Ik kan me niet begrijpen dat je hierna nog wilt doorstuderen. Ja, misschien omdat ik al zo mijn leven, zeg maar, na mijn studie heb ingevuld. Als dit allemaal niet deed, was ik waarschijnlijk ook door gaan studeren, maar respect voor mensen die gewoon vet lang studeren. Ik ben ook gewoon helemaal uit de flow geraakt door corona. Sindsdien ben ik zomaar lekker in de flow gekomen. Echt waar. Ik vond het veel te chill. Lekker oude dag. Nou, dat is ook niet waar trouwens. Ik zat er toen ook behoorlijk doorheen hoor. Ook echt thuis. Niks doen. Nee. Vond ik helemaal niet chill trouwens. Begin van de eerste lockdown was leuk. Daarna ging berg afwaarts. Omdat je ook gewoon verder niks kon doen. Kijk, anders was het wel gewoon chill. Als de clubs en alles gewoon open was. Maar heb je ook, ik ben veranderd. Bizar, ik ben gewoon een ander mens. Zeg maar, ik voor corona, ik weet niet of het door corona komt hoor. Ik ben natuurlijk ook gewoon 2,5 jaar ouder geworden. Maar echt bizar gegroeid als mens. Dus dat vind ik wel heel leuk. Het heeft me echt veel laten zien. In coronatijd kom je wel zelf heel erg tegen natuurlijk ook. Helemaal thuis, je hebt helemaal niks meer.
Ach, wel wat dingen laten inzien. Veel meer van mezelf gaan houden. Gaan kijken wat ik echt wil. Dichter bij mezelf gaan staan. Mezelf gaan kiezen. Ja. Heel fijn. Oké. Ik ga even nog verder eten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag alweer. Dagen liggen voorbij. Ik ga nu lekker sporten. Voor het eerst weer in de ochtend. Ze voelt zo goed. Echt, ik heb het echt mis in de ochtend. Gisteren ging in de middag. Ik had echt totaal geen motivatie. Dus echt weer voor inkomen. Ik heb even lekker een koffietje. En ik wacht op Ann. En ja. Dan ga ik weer even lekker sporten in de ochtend. Ik heb er echt zoveel zin in. Lekker mijn dag beginnen en zo. Het is nu 7:15. Oké, ik kom er toch van sporten. Oh. Heb ik pot. Ik ga nu lekker douchen, mijn haar wassen en zo. Het ziet er allemaal niet meer uit. Het is helemaal vettig en vies. En dan heb ik weer een drukke dag voor de boeg. I love Yanga. Wie heeft nog meer Yanga bij de basic? Ik vind het zo chill. Favoriete smaak is cactus vijg. En als ik klaar ben met sporten, koken ze ananas. Zo chill. Love it. Oké. Ik ben terug van sporten. Ik heb me even opgemaakt, want ik moet vandaag de hele dag filmen en TikToks maken voor mijn scriptie. En ja, moet eerst even wat werk en edit gebeuren doen. Moet ook gebeuren. En ik heb dit chille pakje weer aan, helemaal chill. Ik heb fucking veel honger, dus ik ga denk ik even iets van muesli eten of zo. Koffietje drinken. Komt helemaal goed. Het is inmiddels 2:15 en ik ben zo gewoon druk bezig met school en zo dat ik gewoon helemaal vergeten te eten. Hè? Dus ik ga even een tossetje bouwen. Love it. En ja, daar ga ik weer verder werken. Ik ben alleen maar bezig. Worky, worky, worky. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Nou, deze week bestaat gewoon voor mij niet, omdat ik gewoon heel de week op daar zit. Echt, what the hell. Ik ben oude vlogs van mezelf aan het terugkijken, 2019. Dit is zo grappig. Toen maakte ik wel eens een weekvlog. Deed ik verder niet zo heel veel volgens mij. Ja, ik vind het echt geniaal. Ik vind het zo grappig. Nou, hier was ik dus 18. Echt, hoe grappig. Alle vlogs staan trouwens gewoon nog op mijn kanaal. Dus je kan me stalken als je wil. Hoeft niet, doe maar niet. Maar het kan als je heel erg geïnteresseerd bent. Maar ik zit mezelf alleen maar weer af te leiden. Ik moet gewoon even full focus op school, want het is alweer 12:30. Zo, ik heb even een lekker tostetje gemaakt. Ik leef echt op tosties de laatste tijd, want het is gewoon lekker. En het vult gewoon en het is snel klaar. Ik heb geen tijd. Ik heb er een beetje tomaten tappenade tussen gedaan. Of tomaten, ja. Een soort rode tappenade. Vind ik dat wel lekker. Iets van pesto of tappenade achter te voegen. Vanavond ga ik naar de zonnebank. Oh ja, ik heb een sriracha doorgedaan. Dan maak ik pittig. We zijn vanavond naar de zonnebank. Want zaterdag gaan we naar Festival Verknipt. Helemaal zin in. En morgen ga ik mijn wenkbrauwen laten doen. Dan ga ik ze opnieuw laten tekenen. Tatoeëren. Helemaal chill. Morgen ga ik uit eten. Helemaal gezellig. Dus ja. Het is echt nog heel even knallen. Allemaal helemaal top. Yum. Het is echt lekker. Zo, het is alweer avond. Het is al 7:30. Ik ga lekker naar de zonnebank met Anne. What the fuck? Oké. Met Anne en Stan. Ik rijd nu naar Anne en dan gaan we lekker naar de zonnebank. Want we gaan dus naar een festival zaterdag. Dus dan weet ik wel een beetje een lekker dingetje hebben. Er goed uitzien. Because I look like shit right. Ik hoop echt niet dat jullie het een saai vlog vinden, want door de week heb ik echt niks gedaan. Nada,
wil niet alleen maar... Ja, hoezo zou ik alleen maar de leuke dingen in mijn leven moeten filmen? Ik maak gewoon weekvlogs. En soms wil ik ook gewoon weken dat het minder is. Het wordt maar minder bekeken. So be it. I love to talk to you guys. En gewoon lekker vloggen. Love it. Maar goed, ja. Het is echt ziek mooi weer, by the way. Ik heb het gewoon niet doorgehad. Omdat ik gewoon de hele dag out of it was. Gewoon de hele dag binnen was. Oh, goedemorgen allemaal. Ik ben weer wakker gebeld vanochtend. Echt, Anne is mij helemaal zat. Zij belt mij zowat elke dag wakker. Om te gaan sporten, maar ik heb dus al gesport. Ik ben helemaal buiten adem, maar ik ga weer mijn wenkbrauwen tatoeëren. Nou, ik ben gisteren in de zonnebank geweest, maar nog steeds lijkwit gewoon. Ik weet niet wat het is. Godverdomme. Ik zit echt op de hoogste zonnebank. Intens, keihard knallen, 20 minuten. Er gebeurt gewoon niks. Wat is dit nou weer? Maar goed, ja, ik ga even snel douchen en mijn wenkbrauw doen. Ik heb helemaal haast, dus ik ga niet reizen nu. Heb ik er tijd voor. Oké, ik heb net dus wat zelfbruiner op gedaan. Maar het is meteen wel weer heel heftig. Oh, ik heb even een tenreveltje opgegooid. Overal, heel mijn lichaam. Maar het is nu wel heel erg. Jezus. Ik zit ook nog een normale middenweg in. In ieder geval, ik ben nu onderweg. Ik ga dus weer een touch-up doen voor mijn wenkbrauw. Ik heb het wel eens vaker gedaan, maar het is denk ik ondertussen alweer een jaar geleden. Echt fucking lang geleden. Dus... Oh, kut. Maar dit is heel kut. En dan gaat zij zelfbruiner op doen. Die wenkbrauw moet ik helemaal schoonmaken. Dat zelfbruiner erop. Oh, dit is zo dom. Ik kon gewoon niet tegen dat ik gisteren naar zondag ben geweest en nog steeds spierwit was. Fuck mijn lijf. Alrighty, het is inmiddels alweer een tijdje verder. Ik heb hem ook opgemaakt. En mijn wenkbrauwen zijn nu heel heftig, guys. I know, wacht. Ik heb even aan school gezeten. En ik ga nu even wat filmen. Kijk, mijn wenkbrauwen zijn nu... Hallo. Super heftig. En deze is ook wat dikker. Dus ik ga nog even terug om hem iets dunner te maken. Want ik vind het toch wel een beetje heel heftig. Maar verder ben ik er wel echt vet blij mee. Kijk hoe mooi deze ook is. Fucking mooi. En ja, het gaat er nog helemaal af. Brokkelen en korsten en zo. En dan komt er weer een nieuw laagje. Dus let niet op de heftigheid. Verder heb ik een heel leuk pakketje van Chiquelle binnengekregen. Dus ga ik even met jullie laten zien. Wil je nou alvast wat shoppen? Shop dan met mijn kortingscode Sarah20. Maar ik ga het even erbij pakken. Oké, jongens, ik heb stress en ik ben helemaal de tijd vergeten. Dus ik weet niet wat ik zeg. Ik ga geen de items niet nu laten zien. Ik ga het morgen laten zien. Maar ik ga nu lekker uit eten. Dus ik ga even de spullen pakken. En dan ga ik naar Sean. En dan gaan we gezellig uit eten voor zijn moeders verjaardag. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik vind mijn wenkbrauw echt nog zo heftig. Maar ja, dat wordt natuurlijk wel minder. Maar ik heb vandaag wel gewoon een festival. Ik zei dat ik die outfits, die items van Chiquelle zou laten zien vandaag. Maar dat ga ik niet doen. Ik moet gewoon even make-up op doen. Dan ziet het er beter uit. Maar ik zal jullie even mijn outfit laten zien. Hoe leuk. Ik heb dit jasje van de H&M. Topje van Chiquelle. Deze is van Shein. Daaronder heb ik gewoon een bikershort. En mijn Docs aan. Helemaal leuk. En ik doe deze bril erbij. En mijn Nuno bag. Helemaal cute. Dus helemaal ready. Helemaal leuk. Maar ik ga bij Anna zo meteen gezellig opmaken met Nina. En lekker even vreten. Dus het komt helemaal goed. Nou, ik heb me opgemaakt. Staat ze helemaal na. Kijk, ik heb een soort witte eyeliner gezet. Even proberen. Zie je mij nu niet in de spiegel? Nien is eindelijk weer een soort van beter. Ja, ik ben een soort van een half kilo tegenaan niet. Ja. Maar we gaan. Let's go. We gaan eerst nog eten hoor, maar helemaal top. Ik heb trouwens heel veel honger, ik heb nog niet echt ontbeten. Ik heb nog... Zo, wij gaan even eten. Een broodje kroket. Kijken hoe mooi de... Dames eruit zien, het is echt niet normaal. Hey, we zijn allemaal in de blauw! Dat is wel een leuke foto. Oeh! We zijn er! Woe! Helemaal zin in! Het is zo geweldig weer, het is echt niet normaal. Helemaal leuk.
echt geweldig. Wat een nepperij. Ik ben zo blij met mijn outfit. Mijn girls zien er ook helemaal fliek uit. Helemaal geweldig, de beldie. Ik ben lekker met mijn vrienden. Gezellig, terras. We gaan gewoon door, lekker bier zuipen. Lekker eten. Lekker happy, lekker eten. Ja. Gisteren was niet normaal leuk. Echt, was zo'n leuke dag. Maar het was om 7 uur. Echt jaloer. Ja. Vond ik er graag van mee. Ja. 1000 euro. Top. We gaan lekker eten. Ik heb heel heet. Ik heb honger. Heb je die gepakt? Ja, en verder was mijn zondag niet veel waard. Ja, maar het is wel een topzak. Ja. Heerlijk. Het weer maakt het allemaal goed. Zo, wat goed. Lekker maar. Net ook gevlogd. Tegenlicht, dat is kut. Ja, een beetje sfeer. Zo, mag ik jouw scouten deel? Ik vraag me naar Jan van Velsen. Ik weet ook van die naam niet meer. Nee, wel schattig dat wel. Ja, ik heb tijd. Donderdagavond. Bruin naar blauwe ogen. Nee, dit is echt de move van de avond. Bruin naar blauwe ogen. Nee, heb jij ook? Jij ook trouwens. Oh, je hebt groen. Best movie. Ik had jullie nog beloofd om de items van Chiquelle te laten zien. Dus dat ga ik even doen. Ik heb echt super veel leuke summer items. Dus... let's go! Je kan met mijn kortingscode Sarah20 voor 20% korting shoppen. Dus vergeet zeker niet de link in de beschrijving te checken. En dit is heel irritant. We beginnen met deze geweldige top. Ik heb deze ook in het oranje. En ik vond deze zo leuk. Ik dacht, ik moet deze nog meer kleuren. En deze is in het zwart. Dus het is gewoon heel classy. En dat kan je echt met van alles combineren. Ook heel erg leuk voor Parijs volgende week. Dus ja, ik heb hem op een broek nu van Chiquelle, maar deze had ik vandaag al aan. Maar hoe leuk is deze top? Ik ben er echt helemaal verliefd op. Dan als volgende deze superleuke witte broek. Dit is echt zo'n beachy, losse, wittige broek. Dat je lekker naar het strand aandoet. En lekker luchtig en los is. Niet zo warm en zo. Dus dit is echt perfect voor lekker zwoele warme avondjes. Helemaal cute. Hij schijnt wel een beetje door bij die zakken. Van achter ook wel een beetje. Dus ik denk dat je deze wel echt met een bikini of zo aandoet. Dan heb ik een van mijn favoriete tops ooit. Ook in het zwart. Ik had deze ook in het wit. Je kan hem zeg maar zo helemaal dichtknopen. Maar ik vind het juist wel leuk om er zo'n splitje tussen te laten. Ik had deze in het wit en ik heb hem zo vaak aangehad. Toen zag ik hem dus ook dat ze hem in het zwart hadden. En toen dacht ik echt, hoe leuk. Dus ja, dit kon je echt met van alles combineren. Leuk uitgaansstopje, maar ook gewoon, ja, leuk uitgaansstopje, maar ook gewoon leuk voor in de zomer en zo. Dus helemaal leuk. Dan deze geweldige zwarte jurk. Like, oh my god, zo classy. Zo, zo mooi. En hij heeft dus aan beide kanten zo'n split. Echt zo mooi. En de rug is open. Mooie open rug. Ja, dit vind ik echt zo, zo leuk voor de zomer. Echt my god. Ja, dit vind ik echt heel leuk. Love it. Dan met het volgende item. Ben ik ook echt obsessed. Kijk, van voor heel cute en zo. Leuk jurkje. Helemaal cute. Check the back. Oh my god. Ja, dit is echt
zo fucking leuk. Even serieus. Ze hebben zoveel leuke zomerjurkjes. Het is echt perfecto voor... Het is leuk voor Parijs, voor Curaçao, voor Spanje, Barcelona. Helemaal cute. En korte mouwtjes. Dus ja, hier ben ik helemaal obsessed mee. Woehoe, ik heb zoveel leuke jurkjes en ik had het echt nodig. De lengte is ook echt perfect, dus dat is helemaal top. Dan dit vet leuke groene topje. Met van alles leuk te combineren. Echt een leuk kleurtje. Ik ben helemaal gek van die felle kleurtjes. Van achter ziet hij er zo uit. Ook heel erg mooi. En dan deze rok. En deze rok is zo klein en zo strak. Hij gaat dus dicht met een rits hier aan de zijkant. Nou, die gaat echt net aan dicht. Van achter zit hij ook echt heel kap. En ik kan echt amper erin bewegen. Dus deze is echt veel te klein. Ik heb deze in maat M, maar hij is mij veel te klein. En dit is weer een soort heel groot, overlappend groot. Dat je denkt, what the fuck? En dit is dan allemaal weer zo heel strak. Dus dit is helemaal niks. Ja, in ieder geval, het is wel heel leuk hoor. Maar ik pas het gewoon niet. En dan als laatste een superleuke cover. Ik heb er alleen nu even niet een bikini onderaan. Maar dit is dus zo'n cover over een bikini heen. Super mooi en leuk. Vooral van achter heel diep uitgesneden bij de rug. Dus dat is echt vet mooi. Dus ja, dat waren alle items. Ik ben er echt helemaal happy de peppy mee. Dus wil je nou ook leuke summer, wil je ook nog leuke summer items kopen? Check zeker het linkje in de beschrijving. En gebruik mijn kortingscode SARA20. En ja, bestel lekker met 20% korting zou ik zeggen.